50 kilometer in eigen streek even toont. Meer dan 2 minuten pakt Cornelis niet. De eigenlijke wedstrijd begint na 80 van de 188 kilometer in de bergzone in de buurt van Teu. Eén renner rukt zich los uit de groep, de Oost-Vlaming Philippe Bonamy. Een groep van ongeveer 30 renners gaat in de achtervolging. In die groep onder andere Liboton, Van Koningsloop, Heuvelmans en Wim Omloop. Met de wind mee en weer richting Hasselt blijft Bonamy ruim 60 kilometer alleen voorop. Ook nog op de voorlaatste beklimming. Maar dan komt de achtervolgende groep op gang. 3 renners rijden naar Bonamy toe en de 4 beginnen aan de laatste beklimming van de Slingerberg in Cannes. 4 leiders dus met Gosrenner Kirik, Bonamy, Erwin Thijs en Wim Omloop, winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Zellik Galmaarde. En zo beginnen we ook aan de 3 plaatselijke ronde van 9 kilometer met 8 achtervolgers op 1 minuut 35. Het verbrokkeld peloton volgt op 2 minuten. Bonamy moet eraf als Wim Omloop voor de tweede en goede keer demareert. Wim Omloop houdt stand, hij wint met 15 seconden voorsprong op Erwin Thijs en Kirik. Omloop die na de Ronde van Vlaanderen wel eens voor profiteur werd versleten. Ik heb nu vandaag toch bewezen, denk ik, dat ik... Want ze zei dat ik in de Ronde van Vlaanderen geprofiteerd heb. En ik heb toch bewezen dat ik nu niet geprofiteerd heb, want ik ben alleen toegekomen. Ik heb toch mijn deel van mijn werk gedaan.